Er is ook een toets toegekomen dat we, ja, het spijt me, dat we moeten inplannen voor volgende week. Als we binnenkomen en voorstellen wij zijn de ziekenhuisschool, is het heel vaak dat er gezucht wordt. Pubers, boah, school, geen zin in. Maar na dag 1 zijn ze heel blij dat wij komen, omdat wij het normale stukje in hun leven zijn, tussen al het abnormale dat er gebeurt. Maar evenzeer omdat we een heel zinvolle invulling zijn van de lange dagen die dat ze hier vaak moeten doorbrengen. Mijn naam is Geertrui. Ik werk al een 10 jaar hier in de ziekenhuisschool. Ik heb eigenlijk altijd gezegd dat ik geen klassieke school wou. Hier is een bericht gekomen van uw leerkracht verzorging. Ja. In eerste instantie zijn wij leerkracht, dat is de essentie van ons beroep, is het overbrengen van leerstof. Maar op heel veel momenten ga je aanvoelen dat leerlingen iets anders nodig hebben dan de leerkracht die voor zich zit. Iemand die er gewoon even is om hun kant van het verhaal te horen zonder een oordeel te vellen of zonder er verdere betekenis achter te zoeken. Dus ja, je moet wel sterk in je schoenen staan als leerkracht. In die zin, ja, flexibiliteit, creativiteit, zijn dat toch zaken die dagelijks, om het zo te zeggen, aan bod komen. Maar dat is iedere keer zo'n bol dat je in de vuilbak moet gooien en is materiaal dat niet snel verdwijnt, ja. Dat niet snel weggaat. We hebben ook kinderen die een negatieve boodschap krijgen naar prognose toe. Ook die kinderen blijven wij lesgeven wanneer ze in het ziekenhuis zijn, wanneer ze daar nog steeds fysiek toe in staat zijn, mentaal ook bereid zijn om nog te werken, gaan wij ook daar nog les aanbieden, gaan wij voortwerken aan het programma dat voorzien was. Wanneer we dat niet zouden doen, geven wij ze op. Wij blijven gewoon lesgeven wanneer het mogelijk is, omdat je dan nog steeds de realiteit, de normaliteit blijft toepassen voor die kinderen. Maak gebruik van internet, surf rond en lees wat meer over analfabetisme in de wereld. Slecht nieuws krijgen komt erbij. We zijn in een ziekenhuis. Helaas is de realiteit dat niet iedereen goed nieuws krijgt. Dat er slechte dingen, negatieve dingen gebeuren ook. Wij trekken ons dat allemaal ongelooflijk hard aan. Wat er gebeurt, zou niet mogen gebeuren. Kinderen horen niet te sterven, horen niet weg te vallen. Maar helaas gebeurt het wel. Maar wanneer je echt nog recenter mee gewerkt hebt, sta je toch terug met je twee voeten op de grond. Als je zo naar de kleurencombinaties gaat kijken, wat valt erop als je die legende gaat toepassen op onze wereldkaart? Vooral Afrika. Vooral Afrika en dan specifiek nog Centraal-Afrika, mm-hmm. Dus het middenste stuk. De les die ik geleerd heb door hier te werken is dat door te zien waar dat iemand anders in zit, de moeilijke situatie, leer je zelf ook relativeren. Naast je naar je eigen leven kijkt, van dingen die heel vanzelfsprekend lijken, zijn voor veel kinderen hier in het ziekenhuis niet vanzelfsprekend. Dus al wat dat we zelf mogen doen, ga ik met veel meer dankbaarheid aanzien dan wanneer ik hier voordien mijn werk dat zou gedaan hebben.